We vervolgen met catalogus nummer 187, de hengst Doeren van Bartlehiem. Ook een driejarige hengst, vader Gerben, moeder Ster van Jasper. Fokker is mevrouw D. Visser de Vries en U. Visser uit Wiens. En de eigenaar is Max Prodinger uit Cederhaus. Verwantschappercentage is 17,0%. Stokmaat 1,66 meter. And we proceed with entry number 187, Doerde van Bartlehiem. He is sired by Gerben, he's a 3-year-old. Mother is Star. Kinship is 17.0%. And his height at winners is 1 meter and 66 We gaan verder met catalogus nummer 188, Hidde van Horp. Een 2,5-jarige zoon van Gerben. Moeder is Ter van Jasper. Fokker-eigenaar is JP Mensink in Zwelo. Verwantschappercentage is 17,1%. Stokmaat is 1,66 meter. Next stallion, entry number 188. He's a 2.5-year-old son by Gerben. Mother is Star by Jasper. Kinship is 17.1%.
And height at Witters is 1 meter and 66 centimeters. Volgende hengst is Catalus nummer 190, Doeke uit de Mierden. Een driejarige zoon van Reinder. Moeder is een stermerrie van Riepke. Fokker is mevrouw Annema Broersma uit Zwaag-Mesteinde. Eigenaar is Tjibbe Bosma uit Kolmen-Zwaag. Verwantschap van deze hengst is 17,5%, stokmaat 1,66 meter. Next entry is nummer 190, Doeke uit de Mierden. He is sired by Reinder. His mother is starred by Riepke. Kinship 17.5. Height at Witters 1 meter and 66 centimeters.
En we gaan verder met catalogus nummer 191. De hengst Dries van der Raak. Een driejarige zoon van Hette. Moeder is een stamboekmerrie van Sjerp. Fokker is H. Koemans uit Kolille, uit België. Eigenaar is Toeterij Friese Visser uit Drachten. Verwantschappercentage is 18,2%. Stokmaat is 1,62 meter. Next stallion, entry number 191, Dries van der Raak, sired by Hette, he's 3-year-old. And his mother is a stadboekmare by Sjerp. His kinship is 18.2% and his height at withers is 1 meter and 62 centimeters.
Taal nummer 191 zien we straks aan het eind nog een keer terug. Was op deze wijze niet echt beoordeelbaar. Volgende hengst is Catalis nummer 192, Harley S. 2,5-jarige zoon van Challe. Moeder is Ster van Harmen. Fokkers zijn JD en AJ Speelpenning uit Rokanje. Eigenaar is DG Speelpenning, ook uit Rokanje. Verwantschappercentage 18,4%, stokmaat 1,63 meter. Entry number 192, Harley S. A 2.5-year-old son by Challe. His mother is Star by Harmen. Kinship 18,4%. And he was measured this afternoon with 1.63 meters. Catalis nummer 193, die zien we morgen. Dat betekent dat we doorgaan met Catalis nummer 194, Hille uit Wiesel. 2,5-jarige zoon van Aan. Moeder is Ster van Olaf. Fokker is T. Huisma uit Twijzel. Die is ook de eigenaar, samen met Sjibbe Bosma uit Kalmerswaag. Verwantschappercentage 17,2. En zijn stokmaat is 1,67 meter. Entry number 193 will be presented tomorrow. So we continue with entry number 194, Hille uit Wiesel. A 2.5-year-old son by Anne. His mother is Star by Olaf. His kinship is 17.2%. And his height at withers is 1.67 meters.
Catalogus nummer 194 zal niet gepresenteerd worden in de kooi. Is afgewezen door de jury. Entry number 194 is rejected by the judges, so he will not be presented in free moving. En we gaan door met Catalogus nummer 195, Hielke van het Oordjip. 2,5-jarige zoon van Wielster. Moeder is Ster van Dries. Fokkers en eigenaars zijn B.A. en A.C. Aarts uit Nijbeet. Verwantschap van deze hengst is 17,6. Stokmaat 1,62 meter. Next stallion, entry number 195. Hielke van het Oordjip. He's a 2,5-year-old son by Wielster. His mother is Star by Dries. His kinship is 17,6%. And his height at withers is 1 meter and 62 We gaan verder met Catalogus nummer 196, Gerrit van Ilo. 2,5-jarige zoon van Epke. Moeder is Ster van Deutschen. Fokker is Berend Menninga uit Ilo. En eigenaar is MCL Feurink uit Hengelo samen met stoetrijder Friese Visser uit Drachten. Verwantschappercentage is 17,8%, stokmaat 1,63 meter. Next stallion, entry number 196, Gerrit van Ilo. A 2,5-year-old son by Epke.
is Mother is Star by Deutschen. Kinship 17.8%. And his height at winners is 1 meter and 63 centimeters. Volgende hengstkataal is nummer 198. En dat is de hengst Hendrik L. Vader is Felle. Moeder is een stermerrie van Jelke. Fokker is L. Posma uit Dokkum. En die is ook de eigenaar samen met Tjibbe Bosma uit Kalmerswaag. Verwantschappercentage is 17.7%. Stokmaat 1,65 meter. Het kataalis nummer 197 is doorgeschoven naar morgen. Entry number 197 will be presented tomorrow. So we continue with entry number 198, Hendrik L. He's a 2.5 years by Felle. His mother is Star by Jelke. Kinship 17.7%.
And his height at Withers is 1 meter and 65 centimeters. Volgende hengst lijkt geen nummer te hebben, maar het gaat om Catalus nummer 199. Hendrik van Sijn, de 2,5-jarige zoon van Bene. Moeder Ster en A van Olaf. Fokker-eigenaar is G. de Vries uit Waas. Verwantschappercentage is 17,2. Zijn stokmaat is 1,60 meter. Next entry is number 199. He has no number tag, but it is 199. Hendrik van Sijn. He's a 2.5-year-old by Bene. His mother is Star and A by Olaf. Kinship 17.2. And his height at Withers is 1 meter and 60 centimeters.
En we vervolgen met catalogus nummer 200, Hielke van de Boezem. Ook een 2,5-jarige, vader is Hette, moeder is Ster van Tjalbert. Fokker is mejuffrouw H.J. van der Linden uit Brakel, eigenaren zijn IMM Klooster en NAJ te Wierik in Mariënheim. Verbandschappercentage is 18,2%. En zijn stokmaat is vanmiddag gemeten op 1,62 meter. Next entry is number 200. He's 2.5 years. He is sired by Hette. His mother is Star by Chalbert. His kinship is 18.2%. And his height at withers is 1.62 meters.
Ja, opnieuw in de baan, Catalos nummer 191. Dat is zo net niet beoordeelbaar. Dus we geven hem nog een keer een kans. So this is again a presentation of entry number 191. De catalogus nummer 201 is afgemeld en catalogus nummer 202 zal morgen gekeurd worden. Dat betekent dat we verder gaan met nummer 203. En dat is Heite van Klaphek. Een zoon van Jurre, moeder is Ster van Arjen. Fokkerijgenaar is AK Mijn Heer uit Doornspijk. Verwantschapspercentage is 17,8. Stokmaat is 1,60 meter. So entry number 201 is signed off. And number 202 will be presented tomorrow. And we continue with entry number 203. Heite van Klaphek. He's a son by Jurre. His mother is Star by Arjen. His kinship is 17.8% and his height at withers is 1 meter and 60 centimeters.
Ook Catalis nummer 204 is doorgeschoven naar morgen. 205 komt straks. En nu in de baan Catalis nummer 206. De hengste Ivo van Panhuis. Een 2,5-jarige zoon van Marcus. Moeder een ster in sport. Een dubbel A, Mary van Heidse. Gefokt door de familie Wijma uit Jisslum. Verwantschappercentage van deze hengst is 17,8%. Stokmaat 1,64 meter. Entry number 204 will be judged tomorrow. I think 205 will be shown later on. And we continue with entry number 206. Ivo van Panhuis. He's a 2.5-year-old. He's sired by Marcus. His mother is Star and Sport, double A by Heidse. Kinship 17.8%, and his height at withers is 1.64 meters. En dan nu Catalis nummer 205, Inke RS van Top en Twel. 2,5-jarige zoon van Julius. Moeder is Ster en Preverent van Nikle. Fokkers zijn R. Schra en Avinia uit Oppenhuizen.
En in eigendom van IMM Klooster en NAJ te Wierik in Mariënheim. Verwantschappercentage is 17,8%. En zijn stokmaat is 1,66 meter. Next Stallion, entry 205. Inke RS van Toppentwel. 2.5-year-old son by Julius. His mother is Star and Prevalent by Nicole. Kinship is 17.8%. And his height withers is 1 meter and 66 De voorlaatste hengst op de straat vanmiddag. Talus nummer 209. Hitzer van Panhuis. 2,5-jarige zoon van Omer. Moeder Ster, AA van Jasper. Fokkers en eigenaar. Familie Wijma uit Jisslem. Verwantschappercentage 16,9%. De stokmaat 1,64 meter. Second last stallion this afternoon on hard pavement. Entry number 209. Hitzer van Panhuis. A 2.5-year-old son by Omer. His mother is Star, AA by Jasper. Kinship 16.9.
And his height at Withers is 1 meter and 64 centimeters. En dan de laatste hengst, getalis nummer 208, Gerald Grutsk LJ, ook een zoon van Omer, moeder is een stermerrie van Heidse, fokker is L. Jansma uit E, en eigenaren zijn BEA en DEJ Jonkman uit Mariënheim. Verwantschap 16.9, stokmaat 1,67 meter. And the last stallion this afternoon is entry number 208, Gerald Grutsk, LG, J. His sire is Omer, his mother is Star by Heidse. His kinship is 16.9%, and his height at Withers is 1 meter and 67 centimeters.
Dames en heren, we gaan verder met de beoordeling van de hengsten in de kooi. En de eerste hengst is al in de baan verschenen. Dat is Catalus nummer 185. Dictus HFB. Is een driejarige sterhengst van Aan. Moederster Preverent, dubbel A van Beert. Fokker-eigenaar is Tjibbe Bosman, Colmer Zwaag. Verwantschap is 17%. En zijn stokmaat is 1,66 meter. First stallion this afternoon in presentation in free moving. Entry number 185, Dictus HFB. He's a three-year-old star stallion by Ann. His mother is Star and Preverent, double A by Beard. His kinship is 17.0% and his height at withers is 1 meter and 66 centimeters. Ja, deze zoon van Aan komt uit de bekende Mary Marieke O. Ze is ster en preverent. Dubbel A door een IBOP van 78 punten. Ze is een dochter van Beert. En ze heeft eerder al 2 zonen in het verrichtingsonderzoek gehad. De hengst Hessel O. Dat was een zoon van Reinder en Robin O. En dat is een zoon van Alwin. Grootmoeder is sterpreferente prestatie van Nicole met 7 ster nakomelingen, waarvan ook 1 model is geworden, ook 1 sport. Overgrootmoeder is ster en preferent van Ritske en ook de vierde Mary is model. En deze paren zijn afkomstig uit Merrystam nummer 49. So there's Sun by Aan, is already star. His mother is the well-known Marieke O. Star Preverent, double A, IBOP with 78 points. She's from Beert and she already had 2 sons in the 70-day test. The stallion's grandmother is a Star Preverent and Pistachi by Nicole, 7-star offspring. Great-grandmother is Star and Preverent by Ritske and a 4th dam is Model. And they are from Mareline number 49. Volgende hengst is Catalus nummer 186, Foeke van het Kroetloon. Een 3-jarige zoon van Nane, sterhengst. Moeder is ster en preverent van Wopke. Fokkers zijn J.J. en I. Elzinga uit Kootster Tille. Eigenaar is de heer Johan Veenstra uit Tjemerum. Het landschappercentage van deze hengst is 17,8%. Zijn stokmaat is gemeten op 1,65 meter. Second stallion in this first group. En
entry number 186, Fouke van Krootloon. He's a three-year-old star stallion by Nana, his mother is star and preferent by Wopke. His kinship is 17.8%, and he was measured this afternoon at 1 meter and 65 centimeters. Deze driejarige sterhengst van Nane heeft dit jaar in het kader van nakomelingonderzoek van zijn vader deelgenomen aan een ABFP-test. En haalde daar met name aangespannen een uitstekende score met 85 punten. Waaronder ook een 8 voor de draf. Zijn moeder is ster en preferent. Ze heeft 4 geregistreerde nakomelingen, alle 4 ster. Grootmoeder is een stermerrie van de hengst Nikle. Overgrootmoeder is een stamboekmerrie van de hengst Rijtse. En ze zijn afkomstig uit merriestam 103. Zo, dit is 2-year-old star stallion bij Fouke. Performed an ABFP test this year. Especially in harness, he had an excellent score of 85 points with an 8-foot trot. His mother is star and preferent from Wopke. She has 4 registered offspring and they're all 4 star. Grandmother is a star mare by Nikle. And the great-grandmother is a stadboek mare by Reitze. And they are from mare line 103. We gaan verder met catalogus nummer 187, Doerde van Bethlehem. Een driejarige sterhengst van Gerben. Stermerrie van Jasper. Gefokt door mevrouw D. Visser de Vries en Ude U. Visser uit Wiens. En de eigenaar is Max Prodinger uit Zederhaus. Verwantschappercentage van deze hengst is 17.0%. En zijn stokmaat is 1 meter 66. Next stallion is entry number 187, Doerde van Bethlehem. His father is Gerben, he is star, he's 3-year-old. His mother is star, by Jasper. His kinship is 17.0%. His height at withers is 1 meter and 66 centimeters.
Ja, deze sterhengst van Gerben komt uit een stermerrie van Jasper. Ze heeft één ster nakomeling. Dat is deze hengst. Grootmoeder is de bekende merrie Sandra van Bethlehem. Ster en preferent met zes ster nakomelingen. Een dochter van Karst. Ook een sportnakomeling. En ze is de moeder van de beide onverwante hengsten Omer en Wolter. Overgrootmoeder is een sterpreverente merrie van Naan. Gevolgd door een stermerrie van de hengst Frederik uit merriestam nummer 47. This three-year-old Star Stallion by Gerben. He's the son of Renske van Bethlehem. She's a star mare by Jasper. She has one star offspring. His grandmother is Sandra van Bethlehem. She is star in preference. She has six star offspring. She is by Karst. And she's the mother of the two stallions with the lowest kinship in our breed, Omer and Wolter. Sired by Gjalt and Fabe. The great-grandmother of this stallion is Star and Preverant by Naan. And the fourth mother is Star by Frierk. They are from mare line number 47. We gaan verder met kataalis nummer 188. Dat is de hengst Hidde van Horp. Deze hengst is 2,5 jaar. Zoon van Gerben. En de moeder is Ster van Jasper. Fokker-eigenaar is J.P. Mensink uit Zwelo. Verwantschappercentage is 17,1. En zijn stokmaat 1,66 meter. Next stallion. Entry nummer 188. Hidde van Horp. He's a 2.5-year-old son by Gerben. His mother is Star by Jasper. His kinship is 17.1% and his height at withers is 1 meter and 66 centimeters. Ja, de baan, een zoon van Gerben. Moeder is een uiterst vitale merrie van Jasper. Stermerrie met al 14 veulens. Twee nakomelingen zijn ster. Grootmoeder van deze hengst is ster en preverent van Oege. Overgrootmoeder is bekende merrie Onyx, ster en preverent. Een dochter van Naan. En de volgende merrie is ook ster preferent van Ewout. Dat is de merrie Penny. Onder andere ook in de stamboom van de goedgekeurde hengst Lorewijk tegenkomen. En dan uit merrie stam nummer 50.
Entry number 188, one heavy year old son by Gerben. His mother is by Jasper, she is Star. She has already 14 foals. Two of them have become Star. Grandmother is Star and Prevalent by Uge. And the great grandmother is Onyx. She is a Nan daughter, she is Star and Prevalent. Also, the fourth mother in the mare line is Star and Prevalent, and she is also in the pedigree of the approved stallion Lodewijk, and they are from mare line number 50. En we vervolgen met catalogus nummer 190. Dat is de hengst Doeke uit de Mierden. Een driejarige sterhengst van Reinder. De moeder is Ster van Riepke. Fokker is mevrouw M. Annema Broersma uit Zwaag-Westeinde. En eigenaar is Tjibbe Bosma uit Kolmezwaag. Verwantschappercentage is 17,5%. Stokmaat 1,66 meter. Next stallion, entry number 190. Doeke uit de Mierden. He's a three-year-old star stallion by Reinder. His mother is also Star, sired by Riepke. Kinship is 17.5% and his height at withers is 1 meter and 66 centimeters. Deze driejarige sterhengst van Reinder komt uit de Maryline waar de hengst Jasper, de preferente hengst Jasper, uit voort is gekomen. Zijn moeder is een stermerrie van Riepke. Met twee ster-nakomelingen. De grootmoeder is Ster en Preverent van Wessel met 6 ster-nakomelingen. En de overgrootmoeder is de Mary Elskje, ze is ster-preverent. Haar vader is Sjalling en zij is de grootmoeder van Jasper. En ook de vierde Mary in de lijn van deze hengst is Ster en Preverent en zijn afkomstig uit Merrystam nummer 27. So this entry number 190 is out of the mare line that produced the prevalent stallion Jasper. His mother is Stammer by Riepke. She has 2 star offspring. His grandmother is Star and Prevalent by Wessel. She has 6 star offspring. The great grandmother is Elskje. She is Star and Prevalent by Schelling. And she's the grandmother of Jasper. Also, the fourth mare in this line is Star and Prevalent, and they are from mare line number 27.
Stalles nummer 192 is net door de eigenaar afgemeld. Dat betekent dat we met de laatste hengsten in de ring hebben. In de eerste groep. Catalus nummer 191. De hengst Dries van der Raak. Een driejarige zoon van Hette. Moeder en stamboekmerrie van Sjerp. En de fokker is H. Koemans uit Coulier. Dat is in België. Eigenaar is toeterij Friese Visser uit Drachten. Verwantschappercentage is 18,2%. En zijn stokmaat is 1,62 meter. Entry number 192 has been withdrawn by the owner. So catalog number 191 is the last one in the first group. It's Dries van der Raak. He's a three-year-old son by Hette. His mother is studbook by Sjerp. Kinship is 18.2. And his height at withers is 1 meter and 62 centimeters. Deze zoon van Hette, uit de stamboekmerrie van Sjerp. Grootmoeder is Ter van Jasper. Overgrootmoeder is Ter en Preverend van de hengst Marco uit Meristaan nummer 15. Zo, so, dit is 3-year-old son bij Hette. Dan zouden we stadboekmer bij Sjerp. Grandmother is Star bij Jasper. And the great-grandmother is Star and Preverend by Marco. He's from airline number 15. Nummer 191 wordt doorverwezen naar de nakeuring. Te onstuimig en niet te beoordelen. So the judging of catalog number 191 is terminated. You already could see it on the street that he is he's not very calm, so to say. He should be more quiet in order to be judged. So he is he will be judged again in 2 weeks' time.
Ja, het was de bedoeling om in de eerste groep met 7 hengsten te gaan rondstappen. Met het afmelden van catalogus nummer 192. En het afbreken van de beoordeling van nummer 191 blijven er dus 5 hengsten over. So this first group was supposed to consist of 7 stallions. But entry number 192 was withdrawn by the owner. And the presentation of 191 was terminated by the judges. And that means that we will continue with 5 stallions in this group. En we krijgen nu de uitslag van de jury door Piet Bergsma. De eerste groep vanmiddag, we beginnen met nummer 185, krijgt een doorverwijzing naar de tweede bezichtiging. Nummer 186 krijgt vanwege zijn goede testcijfers, die hebben we meegenomen, een doorverwijzing naar de tweede bezichtiging. Nummer 187, een paard met een voldoende edelhoofd. De hals staat wat voor het lichaam. Schouder is wat stijl. Rug is voldoende sterk. En de lenden en kruis is goed aangesloten. Kruis is goed van lengte, de stap is wat terughoudend en mist daarin wat kracht en wat spronggebruik. De draf heeft voldoende ruimte, maar mist ook het ruggebruik. In galop zou hij hoger op moeten opspringen en meer het achterbeen eronder plaatsen. Nummer 188 zou wat edeler in zijn hoofd mogen zijn. Iets meer neklengte. Hals is, komt wat zwaar en diep uit de borst is wat horizontaal. De rug is voldoende sterk. Het kruis is wat hellend en mist wat lengte. Het paard is ook wat onderstandig. De stap is voldoende ruim. De draf mist ruggebruik en souplesse. En de galop is voldoende ruim. Nummer 190. Hoofd mag wat edeler, heeft een lange hals die verticaal op het lichaam staat. De schouder is voldoende schuin, ook de bovenlijn is voldoende sterk. Iets gerekt in het middenstuk. Kruis zou iets meer lengte kunnen hebben. En het paard is licht zabelbenig. De stap is ruim en voldoende krachtig. De draf is ook voldoende ruim, maar mist daarbij het ruggebruik. In galop is het paard wat gehaast en zou iets meer op moeten springen. Uit deze eerste groep vanmiddag 2 hengsten aangewezen voor de tweede bezichtiging. Catalogus nummer 185 en nummer 186. Dus 185 en 186 aangewezen voor de tweede bezichtiging. And of this first group this afternoon, 2 stallions have been accepted for the second viewing. And that's entry number 185 and 186. And the judges commented that entry number 186, his high test score and his ABF pay test is one of the reasons that he is accepted for the second viewing. So 3 stallions have not been selected, and I will give you the reasons of the judges. Entry number 187 has sufficient expression in his head.
His neck is a little horizontal. His shoulder should have a little bit more slope to it. He is correct in his top line. Also, the length and the shape of his croup is correct. He's a little reserved in his walk. It could be more active and also should show more suppleness in his walk. His trot has sufficient length, but he should show more suppleness. Entry number 188 should have more expression in his head, should have more length in his poll. And his neck is a little bit heavy, horizontal, and also a little deep from his chest. He is correct in his top line, and his croup is a little bit short and has a little bit too much slope. And he is standing under. His walk has sufficient length. In trot, you would like to see more suppleness. In canter, he has plenty of length in his strides. Entry number 190. He has sufficient expression in his head. He has a nice slope to his shoulder. He's correct in his top line. He's a little bit stretched in his middle part. He is a little short in his croup and also a little sickle-hocked in his rear legs. Both his walk and trot have enough length, but he should show more suppleness, and his canter is in a too high rhythm. We vervolgen met de eerste hengst uit de tweede groep. Dat is catalogus nummer 195, Hielke van het Oudjip. 2,5-jarige zoon van Wielster. Moeder is de stermerrie van Dries. En de hengst is gefokt in eigendom bij BE en AC Aarts in Nijbeets. Verwantschappercentage van deze hengst is 17,6%. En zijn stokmaat is 1,62 meter. First stallion in the second group. Hielke van het Oudjip. He's a 2.5-year-old son by Wielster. His mother is Star by Dries. His kinship is 17.6% and his stature is 1 meter and 62 centimeters. Deze 2,5-jarige zoon van Wielster komt uit de stermerrie van Dries. Grootmoeder is een stermerrie van Sjaard met 3 sternakomelingen. Ook de overgrootmoeder is ster en zij is van Peken. En de vierde merrie in deze merrielijn is Model en Preverent. Dat is een nakomeling van Hengst Fokke uit merriestam nummer 12. Entry number 195 is sired by Wielster. His dam is a star mare by Dries. Grandmother is also star by Sjaard. She has 3 star offspring. And also the great grandmother is star. She is by Peke. And the fourth mare in this line is Model and Preverence. She is sired by Fokker. And the stallion is from mare line number 12.
Volgende hengst is Catalis nummer 196, Gerrit van Ilo. 2,5-jarige zoon van Epke. Moeder is Ster van Deutschen. Fokker is Berend Menninga uit Ilo. En eigenaresse is Merle Feurink. Samen met stoeterij Frisse Visser uit Drachten. Verwantschappercentage 17,8%. Stokmaat 1,63 meter. And we proceed with entry number 196, Gerrit van Ilo. 2.5 years old. He is by Epke. His mother is Star by Deutschen. Kinship is 17.8% and height at withers is 1.63 meters. Deze 2,5-jarige zoon van Epke komt uit een stermerrie van Deutschen, die ook één ster nakomeling heeft. Grootmoeder is ook Ster van Teunis. Van haar zijn 4 nakomelingen geregistreerd, waarvan 2 ster. Overgrootmoeder is model en preverent van Oege. En de 4e merrie in de lijn is de bekende Wijkje, model, preverent, prestatie. En ook... De moeder van de hengsten Jurre en Tjerk. En dan hebben we het over Mary Stam nummer 38. Entry number 196. 2.5-year-old son by Epke. His mother is Star by Deutschen. She has 1 star offspring. Grandmother is a star mare by Teunis. She has 4 registered offspring. 2 of them are star. Great-grandmother is model and preverent by Oege. And the fourth mare is the well-known Wijkje. She's model, preverent and prestatie. She's also the mother of the 2 approved stallions, Tjerk and Jurre. And they're from mare line number 38. Volgende hengst, Catalis nummer 198. Hendrik L, 2,5-jarige zoon van Felle. Moeder een stermerrie van de hengst Jelke. Fokker is L Posma uit Dokkum. Die is ook de eigenaar samen met Tjibbe Bosma uit Kolmenswaag.
Verwantschappercentage 17,7%. Stokmaat 1,65 meter. Next entry, number 198, Hendrik L. 2.5-year-old son by Felle. His mother is Star by Jelke. Kinship 17.7%. And Heidet Witters 1.65 meter. Ja, zoon van Felle in de ring, 2,5 jaar oud. Moeder is Ster, dochter van Jelke. De grootmoeder is Ster en Sport van Tjerk en ze heeft 3 Ster nakomelingen. En de overgrootmoeder is een Ster preferente prestatiemerrie van de hengst Oege. En ook de vierde merrie in de lijn is Ter en Preverent. En ze zijn afkomstig uit merriestam 177. So this entry number 198 is one of the last sons of Felle. His mother is Star. She's a daughter by Jelke. Grandmother is Star and Sport. And she has 3 Star offspring. She's sired by Tjerk. Great-grandmother is Star, Preverent and Prestati. She is an offspring by Oege. And also the fourth mare in line is Star and Preverent. They are from mare line number 177. Volgende hengst is Catalus nummer 199. Dat is de hengst Hendrik van Tsijn. Is een 2,5-jarige zoon van Bene. Moeder is een stermerrie van Olaf. Fokker-eigenaar is G. de Vries uit Waas. Verwantschappercentage is 17,2%. Stokmaat is 1,60 meter. Next stallion, it's entry number 199, Hendrik van Tsijn.
He's a 2.5 son by Bene. His mother is Star by Olaf. Kinship is 17.2%. And he was measured at 1.60 meters. Dat is Hendrik, de zoon van Bene. De hengst die werd goedgekeurd in de Verenigde Staten met hoge cijfers. Met name een hoge score voor het kenmerk Stap, de zoon van Deutschen. En deze Bene komt uit een stermerrie van Olaf met een A-verrichtingspredicaat. Ze heeft één ster nakomeling. Grootmoeder is ster en preverent van Oege. En deze merrie heeft maar liefst 9 ster nakomelingen. En ook 1 sport nakomeling. Overgrootmoeder is de bekende Namke. Model en preverent, de Nutter merrie. En ook de volgende merrie in de lijn is model en preverent. En dat is Namke. De dochter van de hengst Geert. Afkomstig uit merriestand 50. Entry number 199 is sired by Bene. Bene was approved in California with high scores, especially for his walk. Sired by Deutschen. And this Bene is from a stallmare by Olaf. She has one star offspring. Her grandmother is a star and preverent mare by Uge. She has 9 star offspring and one of her children has the sport predicate. The great-grandmother is the well-known mare Namke. She is model and preverent. And she is by Nuttert. And also the next mare in the line is model and preverent. They are from mare line 50. In de baankatalis nummer 200, de hengst Hielke van de Boezem. 2,5-jarige zoon van Hette, moeder is een stermerrie van Schalbert. Fokker is mejuffrouw H.J. van der Linden uit Brakel. Eigenaren zijn IMM Klooster en NIJ te Wierik uit Marienheim. Verwantschappercentage 18,2%, stokmaat 1,62 meter. Next stallion, entry nummer 200, Hielke van de Boezem. Sired bij Hette, mother is een stermerrie bij Schalbert. Kinship 18.2% and his height at withers is 1.62 meters. De zoon van Hette. Moeder is een stermerrie van Schalbert. Zij heeft 1 ster nakomeling. Grootmoeder is een stermerrie van de hengst Taille. Taille was de zoon van Fabe. En deze Taille-dochter heeft 3 ster nakomelingen. Overgrootmoeder is ster en preverent van de hengst Heerke.
En de vierde merrie in deze lijn is de bekende merrie Chits. Preverent en prestatie. En ze is een dochter van de preverente hengst Lammet. En ze zijn afkomstig uit Merriestam nummer 44. Entry number 200 is a son by Hette. Mother is star by Chalbert. She has one star offspring. Grandmother is also star by Taya. Taya was a son of Fabe. This Taya daughter has three star offspring. Great grandmother is star and preverent by Hirke. And the fourth mare in this line is the well-known mare Chits. She is preverent and prestatie. She is sired by the preverent Lammet. They are from mare line number 44. In de baan catalogus nummer 203, de hengst Heite van het Klaphek. Zoon van Jurre, moeder een stermerrie van Arjen. Fokker-eigenaar is AK Mijnheer uit Doornspijk. Verwantschappercentage 17,8%, stokmaat 1,60 meter. Ex-Stallion, entry nummer 203. Heite van het Klaphek, sired bij Jurre. His mother is starmare by Arjen. His kinship is 17.8%. And his height at Withers was 1 meter 60. Ja, deze Jurre zoon stamt uit de paarden met de stalnaam van het Noord-Rijn. Van Bakker Rijenga. Die toen hij nog leefde regelmatig met een doos oranje koek op het kantoor verscheen. In die zin een plezierige gast. En deze hengst die komt uit Rinskje. Van het Noord-Rijn, een dochter van Arjen. Het is een stermerrie. Ze heeft één kroon nakomeling. Grootmoeder is
Een model sportpreferent prestatie, Mary van de Hengst Leffert. Zij heeft 1 kroonnakomeling, 2 sportnakomelingen. Ze is ook de volle zus van de preferente Hengst Heinze, want die komt ook uit Lutske. Ster prestatie, een dochter van Diemer, 285. En ook de vierde Mary in deze Mary-lijn is ster. En ze is prestatie. En ze komen uit Merriestam 122. Entry number 203 is a son by Jure. He's out of the mare line that produced the preference stallion Heinze. And this Jure is out of a star mare by Arjen. She already produced 1 crown mare. The grandmother is model sport preferent prestatie by Leffert. She has 6 star offspring, 1 crown, 2 sport. And she is the full sister to Heinze. Both are out Lutske. She is star and prestatie. She is the daughter by Diemer. And also the fourth mare in this line is prestatie. She is also star. And they are from mare line number 122. En dat was ook de laatste hengst in deze groep. En dat betekent dat we zo gaan rondstappen in deze tweede groep. Waarin 6 hengsten zullen verschijnen. So entry number 203 was the last stallion in the second group. So we will start walking soon. With this group of 6 stallions.
Dank u wel. Ja, laten we nog maar één keer stappen en sluiten we het dan maar op. De dragen voor en dan is er een gebruik. Maar geluk was voldoende ruim maar niet helaas. Wij wensen u succes. Moet houden, Piet. Houden, moet houden, moet houden, moet houden. Ja, dan. Ja, de jury is eruit en we krijgen zo de uitslag van de tweede groep vanmiddag van juryvoorzitter Piet Bergsma. De tweede groep, nummer 195, een paard met voldoende sprekend hoofd, halslengte is voldoende, schouder is schuin, de rug is wat week en de lenden wat arm bespierd, kruis is goed van lengte en goed van ligging. De stap is voldoende ruim, maar mist afdruk. In draf is hij op een voorhand en mist hij het dragend achterbeen. De galop is wat neerwaarts en zou wat ruimer gesprongen kunnen zijn. Nummer 196. Een voldoende edelhoofd, veel halslengte, een hals die verticaal geplaatst is, een schuin schouder, een sterke bovenlijn. De kruisligging is positief, maar zou iets meer lengte kunnen hebben. De stand van het voorbeen kon correcter. De stap mist takt en is kort. In draf heeft het paard een hoog ritme en mist de draging van het achterbeen. Galop zou ook ruimer moeten worden gesprongen. Nummer 198. Het hoofd mag iets edeler. Lange hals, iets horizontaal. De schouder is iets stijl. De rug is voldoende sterk. Lendenen zijn strak. Kruis mag iets langer zijn en is iets hellend. De stap mist coördinatie, voldoende van lengte. De draf zou wat meer souplesse kunnen hebben en ook iets meer ruggebruik. De galop zou ook iets opwaarts kunnen. Nummer 199. Zou ook wat edeler in het hoofd mogen zijn. Iets meer neklengte kunnen hebben. De hals mist ook wat lengte en staat er iets voor. Het schouder is ietsje stijl. Het kruis mag ook iets meer lengte hebben. Het paard is ietsje neerwaarts gebouwd. Hoeven zouden zijn iets ongelijk met wat lage verzenen. De stap is wat nauw van achteren, wel voldoende ruimte. De draf is wat op de voorhand. De galop zou iets opwaarts moeten worden gesprongen. Nummer 200. Een paard wat voldoende edel in het hoofd is. Hals heeft veel lengte. Een schouder is ietsje stijl. Het paard heeft een sterke bovenlijn. Het is iets sabelbenig.
is iets zijn stijl en zijn coachstand. Paard is voldoende ruim in stap en mist daarin wat afdruk. De draf is voldoende ruim, maar zou iets opwaartser kunnen zijn. In een galop zou je ook iets meer opwaartser moeten springen. Nummer 203. Hoofd is voldoende sprekend. Zou iets meer halslengte kunnen hebben. Het schouderligging is voldoende. De rug is voldoende sterk. Kruis is iets hellend. Paard is ook licht sabelbenig. De stap is voldoende lang, maar mist daarin het spronggebruik. De draf is op een voorhand, heeft een wat hoog ritme en mist daarin het ruggebruik. In galop is het paard voldoende ruim, maar neerwaarts. Ja, dit is wat we dan noemen een stille omgang. Geen hengsten aangewezen voor de tweede bezichtiging uit deze groep. So no stallions accepted for a second viewing from this group. That means that I have to do a lot of translation. And we start with catalog number 195. Sufficient expression in his head. He has a nice slope to his shoulder. He could be a little stronger in his top line. He could have some more muscularity in his top line. He's correct in his croup. His walk is sufficient in length, but could be more active. His trot is downhill and could be more carried from behind. Also, his canter is downhill. Catalog number 196. A stallion with a real nice front end. He has a very nice noble head, a very long neck. He's also very correct in his shoulder. Also his top line is correct. He's a little short in his croup and he would like to have a little more correctness in his front limbs. In walk, he is rather short and he lacks rhythm, and both his trot and canter are in a too high rhythm. Catalog number 198 could have more expression in his head. He has a long neck. His shoulder could have a little more slope. He's very correct in his back, but a little tight in his loins. His croup is could be longer and is too sloped. His walk has sufficient length but could have more rhythm. And in trot you would like to see more suppleness and he should canter more uphill. Also, entry number 199 could have more expression in his head and more length in his poll. He's also, his neck is a little short. He's built downhill and could have more length in his croup. His walk has sufficient length but could be more active, and both his trot and canter are too much downhill. Entry number 200 is sufficiently noble in his head, has a very long neck, could have a little more slope to his shoulder, is correct in his top line. Is a little sickle-hocked and a little steep in his pasterns. His walk is sufficiently long, could be more active. And his trot and canter have enough length, but are too much downhill. Entry number 203 is has sufficient expression in his head. His neck should have more length. He's correct in his shoulder, also correct in his top line. His croup is has a little bit too much slope. And his hind legs are slightly sickle-hocked.
His walk has sufficient length, but he could bend his hock joint more. In trot, he has a high rhythm and should show more suppleness. And in canter, he could be more uphill. En dan gaan we verder met catalogus nummer 205. En dat is de hengst Inke RS van Top en Twel. 2,5-jarige zoon van Julius. Moeder is Ster en Preverent van Nikle. De fokkers zijn R. Schra en Awinia uit Oppenhuizen. De eigenaren zijn IMM Klooster en NAJ Te Wierik in Marienheim. Verwantschappercentage is 17,8%. De stokmaat is 1,66 meter. Next Stallion is entry number 205, Inke RS van Top en Twel. 2,5-year-old son by Julius. His mother is Star and Preverent by Nikle. Kinship is 17.8 and his height at withers is 1 meter and 66 centimeters. Nummer 205 en 2,5-jarige Julius. De moeder is een ster Preverente Mary van Nikle met 5 ster nakomelingen. 1 nakomeling is kroon. Grootmoeder is ster en Preverent met 11 ster nakomelingen. Ze is van Lammert. Overgrootmoeder is ook ster en Preverent van Mark. En de volgende Mary is model en Preverent van Schalling. Afkomstig uit Marylijn, Marystam 143. Dit is Julius' son. Is by a star and Preverent mare by Nicholas. He has 5 star offspring. One of them is Crown. Grandmother is Star and Preverent by Lammert. She has 11 star offspring. Great-grandmother is also Star and Preverent by Mark. And his fourth, the fourth mare in his line is by Challing. And she is Model and Preverent. And they are from mare line 143. Volgende hengst is catalogus nummer 206. Ivo van Panhuis. Een 2,5-jarige zoon van Marcus. Moeder is Ster Sport AA van Heidse. Fokker-eigenaar familie Wijma uit Jisslem. Verwantschappercentage is 17,8%. Stokmaat 1,64 meter. Next Stallion, entry number 206. Ivo van Panhuis. A 2,5-year-old son by Marcus. Mother is Star and Sport, AA by Heidse. Kinship 17.8%. Height at withers 1 meter and 64 centimeters. Ja, deze Marcus komt uit een ster- en sportmerrie van Heidse, ook met een dubbel A-predicaat, dankzij een 79 punten IBOP. Ze was finalist van in de Pavel Friesel bokaal in 2014 en 2015. Grootmoeder is ster, Preverent en prestatie van Nikle. Ze heeft 11 ster nakomelingen. Ook 3 sportnakomelingen.
En de overgrootmoeder is Ster en Preverend van Heerke. En ook de vierde merrie in deze lijn is Ster en Preverend. Afkomstig uit merrielijn, merriestam nummer 10. Terwijl 6 is de 2,5-year-old son bij Marcus. His mother is Star and Sport bij Heidse. Double A's, she had an IBOP of 79 points. And she was in the final of the Paavo Friso Bokaal, both in 2014 and 2015. His grandmother is a Star and Preverend Prestatiemare by Nikle. She has 11 Star offspring, 3 Sport offspring. Great-grandmother is also Star and Preverend by Heerke. And also the fourth mother in this line is Star and Preverend. And they are from mare line number 10. Kataals nummer 209 is teruggetrokken door de eigenaar. En dat betekent dat we aangekomen zijn bij de laatste hengst van vanmiddag. En dat is kataals nummer 208. De hengst Gerald Grutsk, L.J. 2,5-jarige zoon van Omer. Moeder is een stermerrie van Heidse. Fokker is L. Jansma uit E. De eigenaren zijn BEA en DEJ Jonkman uit Mariënheim. Verwantschappercentage van deze hengst is 16,9%. En zijn stokmaat is 1,67 meter. Entry number 209 has been withdrawn by the owner. And that means that entry number 208, who is in the ring now, is the last stallion of today. His name is Gerald Grutsk, L.J. He's a 2,5-year-old son by Omer. His mother is Star by Heidse. Kinship is 16.9%. And his height at withers is 1 meter 67 centimeters. En deze oma die komt uit een stermerrie van Heidse. En uit deze merrie zijn naast deze hengst nog 3 nakomelingen geregistreerd die ook alle 3 ster zijn geworden. De grootmoeder is een stermerrie van de hengst Riemer met het een dubbel A-predicaat dankzij een IBOP van 79,5 punt. In deze merrie zijn 3 nakomelingen geregistreerd waarvan er 2 ster zijn geworden. Overgrootmoeder is een ster preferente prestatiemerrie van Oltman. En ook de vierde merrie in deze lijn is ster en preferent uit merriestam 2. So this catalog number 208, sired by Omer. The mother is a star mare by Heidse.
And next to this stallion from this mare, three offspring are registered and they have been made star all three. Grandmother is star mare by Riemer, also has the double A performance predicate with a 79.5 point IBOP. She has three offspring registered and two of them are star. Great-grandmother is star Prevalent Prestati by Altman. And also the fourth mare in this line is Prevalent, and she's also star. And they are from mare line number two. Ja, we gaan rondstappen, een klein groepje, drie hengsten. Zoals gezegd, catalogus nummer 209 is door de eigenaar teruggetrokken. So we will start walking this small group, three stallions. Like mentioned earlier, entry number 209 has been withdrawn by the owner. So there will be the re-inspection on December 18, and then these stallions will have a second chance. Thank you.
Nou, de jury die is eruit en we krijgen zo het verlossende woord over deze drie hengsten van juryvoorzitter Piet Bergsma. De laatste groep voor deze middag. We beginnen met nummer 205. Mag naar de tweede bezichtiging. Nummer 206. Is voldoende edel in het hoofd. Heeft voldoende halslengte. Is iets horizontaal. De schouder is ietsje steil. Rug is voldoende van sterkte. Kruislenden zijn goed aangesloten. Het kruis is voldoende van lengte. Het paard is licht sabelbenig. In stap zou je wat ruimer kunnen stappen. En het achterbeen zou correcter geplaatst kunnen worden. Draf heeft hij voldoende ruimte, maar het achterbeen moet iets meer onder de massa worden geplaatst. In galop is hij voldoende opwaarts, dan zou hij iets meer ruimer kunnen springen. Nummer 208 heeft een voldoende sprekend hoofd, zou iets meer neklengte kunnen hebben. De hals is iets horizontaal, wel voldoende van lengte. Het schouder is ietsje steil. Hij is voldoende sterk in zijn bovenlijn. Ook kruislenden zijn goed aangesloten. Het kruis is voldoende van lengte, maar iets hellend. De stap is voldoende ruim en krachtig. Maar in draf zou je meer ruimte moeten maken en heeft hij een iets hoog ritme. In galop heeft hij voldoende opwaarts gesprongen, maar mist hij ook de lengte in de galop. Dat was het einde van deze dag. Iedereen weer heel hartelijk bedankt voor de medewerking. En we zien u morgen terug. Nou, de laatste groep toch nog één hengst opgeleverd. Met catalogus nummer 205. Dat brengt het totaal vandaag op 11 aangewezen hengsten. Dat is nogal wat lager dan de voorgaande dagen. Maar ook wat minder hengsten door de nodige afmeldingen en doorschuivingen. From this last group of three stallions, one stallion accepted for the second viewing. Entry number 205. And that makes a total of 11 stallions that are accepted for the second viewing. That's a lot less compared to the last couple of days. But as you have noticed, there have been withdrawn quite a few stallions. And also 5 or 6 stallions that have been moved on to tomorrow. So I will give you the judges' reasons for the two stallions that were not selected. Entry number 206 has enough expression in his head, also enough length in his neck, but his neck could be more vertical. We'd like to see some more slope to his shoulder. He is correct in his top line, also correct in his croup, with sufficient length and also a good shape. The stallion is slightly sickle-hocked. In his walk, you would like to see some more length in his stride. His trot has enough length, but you would like to see him track more underneath. His canter is sufficiently uphill, but his strides could be a little longer. Entry number 208 also has a sufficient expression in his head. He could have a little bit more length in his poll. His neck has sufficient length, but could be a little bit more vertical. His shoulder could have a little more slope. He is correct in his top line. His croup is a little too much sloped.
and walkie has sufficient length and also sufficient activeness. And trot, you would see some. You would like to see some longer stride, and he is moving in a high rhythm. His canter is sufficiently uphill, but his strides could be a little longer. Dat was de laatste groep van vandaag. Bedankt dat u weer bij ons was via de livestream. Morgenochtend beginnen we weer gewoon om 8:00. Ladies and gentlemen, this was the last group of today. Thank you for being with us through the live stream. And tomorrow morning we will be back at 8:00 again. And thanks for watching and stay tuned to our live stream.